In de tweede helft was Feyenoord Herenmeester, tikte het een hoog niveau aan. Een niveau wat we bijvoorbeeld ook zagen in de uitwedstrijd tegen Herenveen. Feyenoord heeft zich goed gerevancheerd van de nederlaag tegen Vitesse. De eerste overwinning van 2022 is gelijk een ruime. In Nijmegen wordt er tegen de promovendus met 4-1 gewonnen. En daar zag het zeker niet naar uit, want Feyenoord kwam op achterstand. 1-0. Een fout van Kukcu, een schot van Schöne die binnenging. En ja, daarna had Feyenoord toch nog wel een fase waarin het ook zomaar 2-0 had kunnen worden voor de thuisploeg. Het werd 1-1. Strafschop. Kukcu schoot hem binnen nadat Jahan Baks tegen de grond werd gewerkt. En ja, daarna was het in de tweede helft diezelfde Kukcu die met een afstandsschot ervoor zorgde dat Feyenoord terecht op voorsprong kwam. Want in de tweede helft was Feyenoord Herenmeester, tikte het een hoog niveau aan. Een niveau wat we bijvoorbeeld ook zagen in de uitwedstrijd tegen Herenveen. 2-1 en uiteindelijk ja, tal van kansen. En was het wachten op meer. Op de 3-1 en de 4-1 die uiteindelijk ook vielen. Jahan Baks die tegen zijn oude ploeg de 3-1 maakte. En in de slotminuut werd het nog 4-1. En dat was echt na afloop een magere afspiegeling. Want het had Feyenoord veel kansen. In dit weekend hebben de concurrenten al punten verspeeld. Met AZ dat puntenverlies leidt tegen Cambuur. Vitesse, die ploegen die toch aardig in de nek van Feyenoord begonnen te hijgen, verloor ook thuis van Groningen. En dus staat Feyenoord weer wat vaster op de derde plaats. En kan het dus toch weer stiekem naar boven kijken richting PSV en Ajax. Er waren nog wel wat dingetjes. Sinistera teruggekeerd. Denzel Hall, die eindelijk zijn officiële debuut bij Feyenoord maakte. Wojemarks zat bij de selectie. Hij heeft nog geen minuten gemaakt. Heeft wel een warming-up kunnen maken. En voor de rest waren er toch veel lichtpuntjes. Jahan Baks die zo nu en dan zijn niveau liet zien. Kukcu die dus zijn ploeg bij zijn hand nam. Dat zijn gunstige ingrediënten voor Feyenoord dat nu over 2 weken tegen Sparta thuis mag spelen. Ja, en helemaal zou het mooi zijn als er dan eindelijk weer publiek bij is. En dat we nu kunnen zeggen dat dit een historische wedstrijd was. NEC tegen Feyenoord. Dat we voor het laatst een wedstrijd hadden zonder publiek.